Zo'n 35 vrijwilligers deden op zaterdag 23 maart mee met de opschoondag in Lierop. Onder aanvoering van Gerard Klaassen en met ondersteuning van de gemeente Zomer en het dorpsoverleg Lierop zetten zij zich die dag in om Lierop schoner te maken. Maarten van Hels, je zou toch zeggen, ligt dat niks meer als, hierop, als Lierop opgeruimd is? Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Ik hoor al geluid inderdaad dat er niet zo heel veel ligt in Lierop. Nou ja, door het jaar heen zijn natuurlijk best veel mensen zwerfvuil aan het ruimen. En dat maakt dat in zijn algemeenheid het zwerfvuil een stuk minder wordt. En juichen we alleen maar toe, denk ik. Maar er zijn nog steeds van die hotspots, hè? Dat zijn altijd, die blijven altijd nog, die hotspots. Waar mensen even snel stoppen, even de auto leegmaken en inderdaad. Ja, als we daarover praten, waar zijn die smerige ruimtes? Waar zijn die? Waar wordt het meeste vuil? Vooral de A67, hè, daar heb je een hele hoop verwaaiing richting ons bosgebied. Langs die parallelweg, daar ligt best een hele hoop zwerfvuil. Geldt ook een beetje aan de Rokadeweg. Hè. Is ook druk verkeer, waardoor mensen het raampje opendraaien even snel. Ik moet wel zeggen dat het een stuk minder wordt. Maar dan praat je over Lierpse straat, waar dan Lierpse geen schuld hebben. Nee, dat klopt. Maar ik ga ervan uit dat Lierop zo'n echte dorpsgemeenschap, die leent zich daar niet voor. Ja, dat is ook wel te merken dat de mensen er zin in hebben. Je ziet het enthousiasme hier vanmorgen en ik maak er hier elk jaar mee. Het enthousiasme straalt er gewoon vanaf en iedereen is ook bereid om zich in te zetten om Lierop schoon te houden. Gerard Klaassen, hoe kunnen ze bij elkaar? Ja, Harry. Dat vraag ik me ook af. Ik heb net al gezegd, ik maakte me vanmorgen zorgen. Maar de spontaniteit die ik opgebouwd heb door de jaren heen, is resultaat. En dat is gewoon prachtig. Zelfs Marieke Linders die belde gisteren op. Gerrit, kan jij nog vijf mensen gebruiken? Want de bewoners van de pastorie willen wat doen in Lierop. En als je dan ziet dat ze dadelijk daar weggebracht worden met een busje langs de Azuin. Schoonder kan het niet. Annette Wilde is alweer op het eindje en overal bezig. En Adrie van den Einde, die is op de Oude Goorweg en alles bezig. Dus die zie ik hier nog niet. Maar er zijn ook nog 10 mensen. Ja, maar goed, je praat dan vooral over buitengebied. Daar is het ook, ja, die zijn echt buitengebied. En dan het leuke van is, hè, de mensen zeggen, de leen durft niks. Waar kunnen wij heen? Waar wel wel heen? Ja, dat is toch het resultaat van alles wat we afgelopen jaar gedaan hebben. Ik heb van mij gisteren zelf rondgelopen. Ik denk, moet ik volgend jaar nog wel een zwerfvuildag organiseren? Want ik kan de mensen niet meer bezig houden. Nee, want hier in het centrum valt het allemaal wel mee, of niet? Ja, in het centrum valt het echt mee. Maar ja, aan de buitenkant is het diep en triest. Want Annette zei vanmorgen, Rokadeweg en daar overal, de Leezunnenhoop. En er is door met de hulpbuurt, die zijn ook met 10 op pad. Ja, net zei Toon van der Hurk van, kan ik niet het hele jaar door even een prikker krijgen of een zak? Ja, Toon van der Hurk die wil eigenlijk als vrijwilliger, hè, omdat je thuis is, in de middag, in de week of in de maand, stukken gaan oprapen. En als er meer mensen zijn in Lierp die dat willen, zijn eigen aanmelden bij mij of bij Martin van der Els, dan kunnen ze spulletjes krijgen, dan kunnen we de buitenkant ook schoonmaken. Dus je brengt die mensen bij elkaar, want anders gaan ze daar aan dezelfde straat liggen. Ja, maar dat gaan we wel coördineren samen met de gemeente. Dat ze dan bij elkaar brengen om op een of andere manier toch hoeken te pakken die te vuil zijn en zo. Maar dat is wel de bedoeling. En dat is toch het resultaat van een jaar of 8-9 zwerfvuilrapen in Lierpharry. Willem van Doorn, als Gerard Klaassen komt vragen om mee te doen, dan doe je mee, of niet? Ja, er zijn mensen in Zummeren, als die vragen of hij ergens mee kan doen, dan kan je gewoon geen nee zeggen. En Gerard Klaassen is er een van. Die betekent zoveel voor de gemeenschap. En ja, daar kun je geen nee tegen zeggen. Ja. Maar het is geen zomerens gebeuren, hè? Het is alleen maar Lierop vandaag, of niet? Het is vandaag de opschoondag? Vandaag is een landelijke opschoondag, dus er zijn meerdere initiatieven. Maar het is wel de grootste initiatief. Vorig jaar was het hier ook al te doen, inderdaad. Ja. Maar het is ook in Zomeren te doen. Ik weet volgens mij van de Jumbo, die ook opschoondag doet. Adrie van den Einde, die pakt een heel deel voor zijn rekening rond zijn bedrijf met zijn werknemers. Dus het is niet alleen hier in de kern van Lierop. Maar dus op meerdere plekken zijn er mensen nu bezig met opschoon om daar eigenlijk meer bekendheid aan te geven. Het probleem van zwerfafval aan te pakken. Ja, want het valt als je zo rondkijkt wel mee, maar dat was zoiets. Ja, het lijkt mee te vallen. We krijgen signalen dat het beter begint te worden. Maar dan nog, elk klein beetje veel is eigenlijk te veel. En wat ik zo mooi vind is dat die kinderen hier allemaal meedoen. Want deze kinderen die zien wat er allemaal gebeurt daarmee. Die gaan het nooit meer erbij gooien. En als we op die manier meer
meer gewaarwording kunnen krijgen over het probleem van zwerfafval, dan hopen dat het in de toekomst ook steeds minder wordt. Waarom doe jij mee met die dag? Ik doe mee met de dag omdat het goed is voor de natuur. Ja. En het is gezond, hè? Een wandeling. Ja. Het is heel gezond voor de natuur. Wat denk je allemaal te vinden? Ik denk heel veel pakjes van eten. En ook wel veel blikjes, denk ik. En wie gooit dat er allemaal neer dan? Ik denk wat ouderen. Ouderen, want jongeren doen dat niet. Nou, dat weet ik zo net niet. Nee? Gooi je ooit iets weg of niet? Pak jij? Ik gooi het altijd weg in de prullenbak. Ja, je hebt het geleerd. Ja. Maar jij hebt kinderen of oudere mensen die dat niet doen, hè? Wat vind je ervan? Ik vind het niet goed voor de natuur. Nee. En ik zou zelf zeggen dat ze het gewoon op moeten ruimen. Ja, dat zeg je ook als je mensen ziet rotzooi weggooien. Dan zeg je moet er opruimen. Ja, ik probeer het wel, maar meestal doe ik dat niet. Want meestal zit ik dan op de fiets. Ja. Dien, waarom doe je mee? Vandaag. Nou, ik vind het echt heel leuk om gewoon Lierop schoner te maken. Ja. Is Lierop dan zo vies? Nee, niet zo, maar erachter zag ik net heel veel knikkers. Knikkers? Ja. In het park? Ja, ik weet ook niet. Ik weet niet om hoe dat komt, maar om een reden. Ja. Dus kinderen gaan gewoon knikkeren hier? Ja, blijkbaar wel. Ja, raar, hè? Knikkeren ja, maken met een knikkerbaan. Mag je, doe ik mee, hè? Je mag met het karretje rijden. Ja, want dat vind jij leuk. Ja. Heb je al veel opgehaald of niet? Ja. Ja. Dat is niet goed, hè? Dat je veel ophaalt. Nee. Het beste is als je met een lege zak terugkomt. Ja? Nou, je moet door, hè? Want ze zijn al verder weg. Dien, wat hebben we nou gevonden? Wat hebben we gevonden hier? Nou, we hebben een hele grote rol goud gevonden en ook een hele grote, wel een neppe... Een hert. Een hert. Ja. Hoe komt hij daar terecht, denk je? Nou, ik denk dat iemand daar heeft, dat daar heel veel stenen lagen en dat hij daar hem uit heeft getimmerd. Ja, maar wat gaat er nu mee gebeuren met dat hert? Nou, die wordt nu, denk ik, of zo naar... Ophaald door de gemeente. Ja. En ik denk dat het wel allemaal goed komt. Het komt allemaal goed met het hert. Het hert leeft niet meer, of wel? Nee, dat is een standbeeld. Het is ook een beeld dus. Ik denk dat het gewoon van steen is. En heel veel gaas. Maar wie legt er nou zo'n hert midden in het park? Ja, ik weet het niet. Een of andere gek. Maar is wel het grootste wat je vandaag gevonden hebt, of niet? Ja. Tot nu toe. En niet heel veel rollen gaas.